Dan zijn we van start met de laatste B-finale. De laatste B-finale bij de junioren B-heren, maar ook de laatste B-finale van deze middag. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd. De wedstrijd die uiteindelijk bepaalt wie de laatste wordt op deze 1000 meter en die ene laatste wordt of verder naar boven. Aan de leiding met de nummer 174 Dennis Kool. Tweede positie is voor de nummer 237. Mooi Thomas! En dat is Thomas van Oost. De lange benen van Luc ten Klooster brengen hem naar de derde positie. En zo heb ik de top 3 aan jullie voorgesteld. Staat het ronde bord, als ik even goed kijk, op 2. En er is nog 2 ronden te gaan. Met nog steeds aan de leiding, 174 tennisballen. Wordt hij dan straks uiteindelijk bedankt voor zijn diensten of gaat hij gewoon echt van kop af hier deze 1000 meter B-finale winnen? Buitenom! Thomas, kijk op de tafel van Luc. Maar nog steeds aan de leiding, Dennis Palmer. Luc in tweede positie. Dennis Palmer nog steeds aan de leiding, Dennis Palmer. Jawel, Dennis Palmer naar die Venus. Dennis Palmer, winnaar B-finale. Van kop af!